Welkom terug, goedemorgen. Welkom terug in de tweede ronde van presentaties in deze zaal. Flash. Mijn naam is Marcel Wortel. Ik ben wetenschapscommunicator van beroep en bioloog ook. Ik hou mij vooral veel bezig met vogelonderzoek. En ik had me eigenlijk nooit zo gerealiseerd dat het onderwerp waar we het nu over gaan hebben ook in mijn vakgebied een rol speelt. Totdat ik zag dat het vorige week Black Birders Week was. En dat zwarte vogelaars, in Amerika althans, ook met argusogen worden bekeken als zij met een verrekijker om hun nek rondlopen. Space invaders worden ze ook wel genoemd, tenminste door Lisa Mugge van de Universiteit van Amsterdam. En zij weet daar veel meer over dan ik, dus ik geef haar zo het woord voor haar presentatie. Die duurt ongeveer 10 minuten. En daarna hebben we ook nog 10 minuten ruimte voor uw vragen en commentaar. Dus ga vooral los in de chat. Maar voor nu, Lisa, ga je gang. Dankjewel. Dan ga ik even naar de volgende slide. De meeste politici, dat zijn witte mannen. Hoe kan dat en waarom is dat een probleem? Dat is een vraag waar ik mij mee bezighoud in mijn FIDI-project. En wij onderzoeken diversiteit en politieke vertegenwoordiging in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Dus ikzelf en twee AJO's. In deze presentatie zal ik me vooral richten op diversiteit in Nederland. En ook ingaan op de vraag welke actieve investeringen er nodig zijn om de politiek in Nederland diverser te maken. Want het is zo ontzettend normaal dat politici witte mannen zijn, dat het ons eigenlijk bijna niet meer opvalt. Het valt op als het geen witte mannen zijn. En politiek leiders zijn zichzelf vaak ook helemaal niet bewust ervan dat zij een privilege hebben op basis van hun gender en achtergrond. Misschien kunt u zich nog herinneren de persconferentie van 19 mei van minister-president Mark Rutte. Hij kondigde daarin versoepelingen aan van de coronaregels, maar hij zei ook iets heel interessants over zichzelf. Hij presenteerde zichzelf namelijk als een jongen. Laten we het fragment heel even terugkijken. We zijn een democratie, we hebben hier geen bazen, we kennen hier geen hiërarchie, maar wij zitten nou in de positie dat we die feiten met Nederland moeten delen en op basis daarvan besluiten moeten nemen. En dan is er steeds het vertrouwen geweest dat als je dat doet, dat dan de Nederlander gemiddeld zo in elkaar zit dat hij zegt, oké, als de jongens dat zo hebben uitgezocht en dat zo in elkaar zit, en ook die deskundigen dat nog eens onderbouwen, de Van Dissels, RIVM, OMT, dan gaan we ons daaraan houden. Nou, dat is natuurlijk onzin, want er is wel hiërarchie in Nederland. Er zijn wel bazen, sterker nog, Rutte is de baas. En Rutte, Van Dissel en de Jonge zijn geen jongens, maar het zijn volwassen mannen. En ze zijn ook niet toevallig op die plek gekomen. Wel vertegenwoordigen zij de hele bevolking, die zich natuurlijk niet allemaal identificeren als de jongens waar Rutte het over heeft. Hoe zit het nou eigenlijk met die diversiteit in de Tweede Kamer? Hoeveel vrouwen zijn er en hoeveel mensen van kleur zijn er? Nou, dat is nog steeds niet gelijk. Vorig jaar hebben we 100 jaar vrouwenkiesrecht gevierd. Daardoor is het thema van de ondervertegenwoordiging van vrouwen weer hoog op de politieke agenda gekomen. Er is veel aandacht voor geweest. Er zijn publicaties geschreven, tentoonstellingen gemaakt. Waarschijnlijk weten de meeste mensen wel wie Suze Groeneweg is, die in 1918 als eerste vrouwelijk Tweede Kamer werd beëdigd. En toch, ondanks dat Suze Groeneweg al langer dan 100 jaar geleden werd beëdigd, zijn de prognoses niet rooskleurig voor vrouwen in de politiek. Het World Economic Forum heeft nog vlak voor de coronacrisis berekend dat met het huidige groeitempo het nog 94,5 jaar gaat duren voordat er politieke gelijkheid is. Voor etniciteit of ras of migratieachtergrond zijn er naar mijn weten niet dit soort prognoses of global reports, maar dus is over in het algemeen veel minder aandacht voor, maar ik verwacht dat de prognoses nog lager zullen zijn. In 1933 werd het eerste Kamerlid van kleur beëdigd in de Tweede Kamer. Dat was Rustam Effendi. Ik denk dat de meeste mensen hem niet kennen. En het duurde nog tot 1986 toen het tweede Kamerlid van kleur werd beëdigd. John Lillepali, beide in Indonesië.
geboren. De Kamerleden van kleur waren in het beginsel vooral mannen, maar later dus juist heel veel vrouwen. Het gebrek aan diversiteit in de politiek is heel problematisch, vooral nu. We weten uit de geschiedenis, maar ook uit onderzoek, dat crisissen in het algemeen, dus of het nou gaat om oorlog of een natuurramp of nu de gezondheidscrisis, dat die mensen niet op dezelfde manier treffen en dat vrouwen dus harder worden getroffen in het algemeen dan mannen. We weten ook uit de interventies van activisten, van journalisten en wetenschappers de afgelopen tijd dat de coronacrisis ongelijkheden die al bestaan nog extra versterken. We zien bijvoorbeeld een toename van huiselijk geweld. We weten ook uit cijfers dat een kwart van de werkende vrouwen in Europa, dat die in een kwetsbare sector werken, waarin ze dus bijvoorbeeld niet worden doorbetaald of geen betaald verlof krijgen. En we weten ook dat vrouwelijke migranten het allerhardst worden getroffen. Dit terwijl vrouwen dus wel in de frontlinie werken om de coronacrisis te bestrijden. 2/3 van de cruciale beroepen zoals verpleger, schoonmaker, onderwijzer wordt bekleed door vrouwen. Terwijl vrouwen dus niet 2/3 van die bestuursposities vervullen of politici zijn. Dus er wordt over hen beslist, maar niet met hen. En dit is een probleem omdat inclusieve besluitvorming de kwaliteit van besluitvorming verhoogt, omdat dan verschillende perspectieven worden meegenomen. Er zijn ongetwijfeld heel veel vrouwen werkzaam in Den Haag. Ik kom wel eens in Den Haag op de ministeries en dan zie ik veel vrouwen, maar ze zijn dus helemaal onzichtbaar. Want hoeveel vrouwen hebben we nou eigenlijk aan het woord gezien de afgelopen tijd over de coronacrisis? Degenen die wel benoemd zijn als bestuurder of gekozen als politicus, maar die afwijken van de norm, die worden in de literatuur ook wel space invaders genoemd. Ik heb die term niet zelf bedacht. Het is een Britse wetenschapper, Nirmal Puwar, die die term heeft bedacht. En zij heeft die term, dat concept, bedacht om aan te duiden van mensen waarvan vaak benadrukt wordt dat ze anders zijn, omdat er weinig mensen die op ze lijken zich verkeren in de kringen waar ze zijn. Dus als we het even houden bij politici en bestuurders, dan gaat het dus om mensen die bij de wet gelijk zijn. Dus ze hebben een bepaald mandaat gekregen, ze zijn in dat machtscentrum en toch worden ze nog als anders gezien. En dat komt omdat wij als samenleving, als geheel, het beeld in stand houden en de associatie dat goed politiek leiderschap, dat witte mannen zijn. Omdat we daar zo ontzettend aan gewend zijn. Een goed voorbeeld van zo'n space invader is Sylvana Simons. Zij heeft vorige Tweede Kamerverkiezingen meegedaan als eerste zwarte vrouw die een politieke partij leidt. En ze is natuurlijk ook heel erg uitgesproken over racisme en het gebrek aan diversiteit. Een ander voorbeeld van een space invader, dat is Femke Halsema, de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. En eind vorig jaar gaf zij een interview in het Parool en toen beschreef zij situaties waarin zij op vergaderingen met collega-burgemeesters door de gespreksleider wordt voorgesteld met van nou, en daar zit Femke. Terwijl haar collega-burgemeesters keurig met de volledige titulatuur worden geïntroduceerd. En dit is wat in de literatuur ook wel wordt aangeduid als girling. Dus dat een volwassen vrouw in een bepaalde professionele positie niet met hetzelfde behandeld wordt als mannelijke collega's. Dus dat continu wordt benadrukt dat zij een space invader is. Waarom is diversiteit nou belangrijk? Nou ja, we weten uit verschillende onderzoeken uit de politieke vertegenwoordiging dat het politiek vertrouwen stijgt door diversiteit, dat het sociale cohesie bevordert. Het is natuurlijk ook een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Dat is iets wat we nu heel duidelijk zien met de Black Lives Matter protesten. Akwasi zei op de demonstratie op de Dam van, ik ken Den Haag niet, want er zit niemand daar die op mij lijkt. Nou ja, als je meer diversiteit hebt, dan hopelijk
voelen mensen zich, ja, herkennen zich mensen zich wel in de politiek. En we weten ook dat diversiteit de acceptatie van verkiezingsuitslagen verhoogt. Het is niet zo dat vrouwen per definitie alleen maar vrouwen vertegenwoordigen of zwarte alleen maar zwarte vertegenwoordigen. Het is net zoals dat we niet van witte mannen verwachten dat die alleen maar witte mannen vertegenwoordigen. Dat is niet zo. Dus het is belangrijk dat we ook naar die diversiteit kijken. We weten uit een internationaal vergelijkend onderzoek van mijn collega's dat een feministische politicus meer doet voor gendergelijkheid dan een rechtse vrouw bijvoorbeeld. Maar we weten ook uit internationaal vergelijkend onderzoek dat in regeringen en parlementen waarin veel vrouwen zijn, dat er meer wordt geïnvesteerd in de gezondheidszorg en meer wordt geïnvesteerd in de welvaartsstaat. En dat leidt er bijvoorbeeld toe de afgelopen tijd dat er een betere respons was in dat soort landen op de coronacrisis. Een inclusieve besluitvorming die omvat bestuurders en politici met diverse achtergronden en opvattingen. Soms komen die wel voort uit een bepaalde ervaring die verbonden is met, die kenmerkend is voor een bepaalde sociale groep. Maar soms ook niet. En we verwachten ook niet van witte mannen dat die allemaal hetzelfde denken. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om ook weg te komen van dat stereotype beeld van politici van kleur of van vrouwelijke politici. Dit is het moment om politiek leiderschap te herdenken en vertegenwoordiging. Het gaat niet vanzelf. Er zijn echt actieve interventies nodig om dit te veranderen van de samenleving als geheel. Dus dit vergt een investering in rolmodellen. Bijvoorbeeld interventies zoals streefcijfers en quota kunnen bijdragen. Versterken van netwerken onder jongeren, zodat zij met hetzelfde sociale en politiek kapitaal binnen kunnen komen. Het vergt investeringen bij politieke partijen om diverser te gaan recruteren. En tot slot, wat heel erg belangrijk is, is een investering in een inclusieve cultuur. Want wat je heel vaak ziet, is dan worden er dus heel veel maatregelen genomen om het cijfermatig diversiteit omhoog te brengen. Maar dan gebeurt er niks in een organisatie of in een partij zelf om te zorgen dat die mensen zich ook welkom voelen. En dan stromen ze net zo hard weer uit. Dus als de instroom laag is, dan moet je dus investeren in dat ze niet heel snel ook weer uitstromen. En ik denk dat de witte jongens, de witte mannen die het voor het zeggen hebben, daar ook een belangrijke verantwoordelijkheid in te nemen hebben. Dank u wel. Oké, Lisa, dank je wel. Helder verhaal. Ik heb wel een vraag, want jij zegt dat het 100 jaar geduurd. We hebben nu een geschiedenis van 100 jaar vrouwenkiesrecht. En het gaat nog zo'n kleine 100 jaar duren voordat we volledige gelijkheid bereiken. Ja. Je noemt ook een aantal investeringen die gedaan kunnen worden om dat te versnellen. Heb je daar ook voorbeelden van uit de politiek? Wereldwijd waarin dat succesvol is? We weten bijvoorbeeld dat mentoringprogramma's, dat die werken. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de PvdA in Nederland. Die hadden het multi-etnisch vrouwennetwerk. Dat bestaat nu niet meer, maar dat was in de jaren 90 ontzettend actief. En wat ik heb gezien in mijn onderzoek is dat multi-etnisch vrouwennetwerk, dat heel veel politici, vrouwelijke politici van kleur heeft voortgebracht. En het had een aantal functies. Dus dat ook een functie van het zichtbaar maken van vrouwelijk talent van kleur, maar ook het lobbyen en het continu onder de aandacht brengen van nieuwe namen. Want kijk, formeel gezien loopt het natuurlijk zo in de politiek dat je kan je kandidaat stellen. Je kan gewoon een sollicitatie sturen, maar achter de schermen gebeurt er natuurlijk heel veel, wordt er natuurlijk heel veel gelobbyd. En dan is het handig als mensen je alvast even kennen of even zeggen van, moet je eens opletten, die is echt heel goed, kijk daar eens naar. Ja. En het gaat om dat soort, ook informele interventies die belangrijk zijn. En daarom zeg ik ook van, alleen quota instellen of streefcijfers, en dat heeft internationaal vergelijkend onderzoek ook uitgewezen, dat is niet genoeg. Je moet het echt als pakket zien. Ja.
Dan in dat opzicht ook wel een interessante vraag in de chat. Saskia Visser die zegt, ik ben natuurlijk heel erg voor diversiteit in de politiek, maar we kijken veel op uiterlijkheden, man, vrouw, wit, zwart. Maar er is ook een ondervertegenwoordiging van lager opgeleide mensen in de politiek. Moet daar meer aandacht voor komen? Ik denk, ja, natuurlijk. Maar hoe bereik je dat? Ja, zeker. Er zijn natuurlijk heel veel vormen van diversiteit. Dus daarom begon ik ook met die oververtegenwoordiging van die witte mannen, die toch wel heel erg op elkaar lijken allemaal. En dat breder moet. En mijn onderzoek focust zich dan op gender en ook kruisingen met etniciteit, ras en migratieachtergrond. Maar er is zeker een belangrijke onderzoekslijn ook die gaat over die lager opgeleide. Ja. Dat die dus niet goed vertegenwoordigd zijn. Want we zien dus ook onder die politici van kleur dat die dus ook heel hoog zijn opgeleid. Dus dat die qua opleidingsniveau eigenlijk hetzelfde zijn, hetzelfde opleidingsniveau hebben als de witte norm, zeg maar. En tegelijkertijd is er ook een beweging die zegt van mensen met een beperking, dat zijn er heel veel, maar die zijn compleet onzichtbaar. Ja. Dus daar moet ook aandacht voor komen. En in de literatuur, maar ook in het activisme zie je dat intersectionaliteit steeds meer opkomt en een denkkader wordt om de hele tijd je af te vragen van dan hebben we gekeken naar gender, naar vrouwen en waar moeten we dan nog meer naar kijken? Dus het is een soort van een tool om ons kritisch te laten denken over verschillende vormen van diversiteit. Ja, je had het ook over laatste tijd over de uitstroom, hè, dat de mensen die dan zeg maar de space invaden ook die plek vasthouden. Ik had ook een vraag in de chat. Wat is cruciaal om te behouden of om die mensen de kans te geven om ook die plek te kunnen blijven bezetten? Nou, er zijn een aantal dingen. Dus inderdaad de ruimte geven om eigen dossiers op te pakken. Ja. Dus je ziet, we hadden dus het eerste Kamerlid van kleur in 1933 en daarna pas weer sinds 1986. En ik heb vooral dat cohort vanaf 86 natuurlijk goed bestudeerd en veel mensen geïnterviewd ook daarover. En daar zie je dat er per partij heel verschillend mee om wordt gegaan. Maar dat er toch ook altijd een enorm ongemak is binnen die partijen wanneer politici van kleur zich ook actief gaan uitspreken over zaken zoals racisme of integratie. Of migratie. Ja. En dat er te veel stereotypen ook van die partijen zijn waarop mensen dan kunnen werken. Dus mensen, politici van kleur, die moeten natuurlijk op alle dossiers kunnen werken. En op sommige dossiers hebben ze waarschijnlijk vanuit hun eigen ervaringen meer kennis waarvan ik denk van laat die mensen, als ze dat willen, laat ze dat inbrengen. Ja. En dat is heel erg belangrijk. Dus zorgen dat ze niet anders behandeld worden en beoordeeld worden dan die witte mannen. Ja. Ja, en het gaat ook over dingen zoals sociale veiligheid. Het kan heel intimiderend zijn als er niemand is die op je lijkt. Ja. Dus dat geldt voor gender, dat geldt voor kleur. Echt actief investeren in dat mensen zich veilig voelen om hun werk te doen. Ja, nou, tot slot de laatste vraag. Denk je echt dat we nog 94,5 jaar nodig hebben voor de geluid of kan het sneller? Het kan wel sneller, maar je ziet hoe ontzettend traag het gaat. En als je kijkt naar wat er allemaal is gedaan al in het verleden, dan ben ik ben heel optimistisch en positief persoon, dus ik hoop het wel. Ja. En er is nu momentum. En ik denk dat we dit momentum nu echt moeten gebruiken om die glazen plafonds nu aan dichtelen te slaan. En het vergt dus van ons als samenleving, als geheel, een actief proactieve houding. En ik denk dat wat we nu zien met die Black Lives Matter beweging, dat de jongeren ons echt een hele grote dienst bewijzen daarmee. Ja, Lisa, dankjewel. Dankjewel. En u bedankt voor het kijken en voor uw vragen in de chat. We zijn nu tot het eind gekomen van deze presentatie en over enkele minuten gaan we door met de volgende presentatie van Manon Juliger hier in The Flash. Dankjewel.